Gerard Lauw, voormalig directielid van de energiebedrijven Suriname EBS, is door de regering aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. In een vandaag uitgegeven communiqué zegt de Raad van Commissarissen dat met de benoeming van Lauw als Chief Executive Officer CEO en Steve Silos als Chief Financial Officer CFO de Suriname Airways directie is versterkt. De functie van financieel directeur kwam tot voor kort niet voor in de structuren van het staatsbedrijf. De RVC zegt dat het aanstellen van deze ervaren managers de vastbeslotenheid van de aandeelhouders aangeeft om alle middelen aan te wenden, ten einde de SLM wederom winstgevend te maken, zodat zij op eigen kracht de continuïteit van haar activiteiten kan waarborgen. Beide directieleden starten maandag 9 juli met hun werkzaamheden. In de persverklaring wordt er niet aangegeven wat de status is van Judith Redmond, die tot vandaag de waarnemend directeur van de SLM was. Ze blijft vooralsnog in haar functie van financieel onderdirecteur. In een eveneens vandaag uitgegeven bekendmaking geeft de vakbond bij de SLM aan dat de benoeming van Lauw en Silos als donderslag bij heldere hemel is overgekomen. Vanwege de daardoor ontstane onrust heeft de bond begrip gevraagd van zijn leden. Wij vragen nu de gelederen te sluiten en de nodige rust te bewaren, zo staat in de verklaring. De bond geeft de verzekering dat hij samen met het personeel zal blijven waken over de continuïteit van het bedrijf en de bestaanszekerheid van de werknemers. Bondsvoorzitter Robbie Maaien heeft vanmiddag een gesprek gehad met waarnemend directeur Redmond en heeft duidelijkheid gevraagd omtrent de benoemingen.